Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Welke kant gaan we toch op? Ik heb er heel veel discussies over met heel veel mensen, maar ik ga in deze video met jullie onverschillig praten over de bullish en de bearish kant van het verhaal. Laten we beginnen met bullish. Want wat zien we? We zien dat de ETFs dat het geld van de ETFs blijft binnenstromen, ondanks dat we hier zien dat Grayscale blijft verkopen. Zien we dat BlackRock vergeleken met 4 uh, en 5 maart dus nog steeds aan het kopen is? Ze kopen de dips. En van wie kopen ze de dips? Ze kopen de dips van short-term holders. Uh, de retail, zoals jij ja, en ik. Ook hier zien we Fidelity uh, blijft kopen. De rest blijft ook allemaal kopen. He, je ziet het hier ook. Net inflow uh, van 10k BTC's gaat allemaal naar de ETF. Verder wat er nog meer heel erg bullish is, is natuurlijk dat we een, vanaf all-time high een daling hebben gezien van onprecies zijn 14.42% en binnen 24 uur zijn we tot op heden 13% recovered. Een 13% pump guys. Dus dat betekent Bitcoin is heel erg gewild. Maar de grote vraag is: gaan we nu al meteen door all-time high heen? En ik voel de hype. Ik voel de enthousiasme, maar ik ben hier om jullie te vertellen: pas op en kijk uit, want we praten wel over all-time high en het is niet zo dat we zomaar door all-time high heen kunnen breken. Er staan daar veel sell orders. Het scenario wat ik denk dat ga gaat gebeuren, is dat we sowieso door all-time high gaan breken. De markt is veel te bullish. Maar wat ik denk, en daar komen we zo meteen op, op het bearish scenario en waarom we zo bearish zijn. Uh, of short term, in ieder geval. Uh, wat er gaat gebeuren, denk ik, is dat we nog een leg omlaag krijgen. En hoe diep dit zal gaan, dat weet ik niet, doe ik geen uitspraak over. Uh, maar ik denk dat we wellicht iets van sideways willen gaan treden. En op een gegeven moment hè, wordt het hier een saaie periode. En op een gegeven moment breken we letterlijk, oh, niet terug hopelijk. Maar breken we met, zo, met zulke kracht door all high heen. Dat is de situatie die ik persoonlijk het meest realistisch vind. Maar waarom ben ik dan short term zo so bearish en denk ik dat dit gaat gebeuren? Nou, ten eerste zien we hier de uh, funding rate map. Uh, heat map. En hoe het eigenlijk werkt. Op het moment dat we in groen territorium zijn, dan is het goed. Dan kunnen we door all high heen. Zijn we blauw, dan gaat het fout. En zijn we oranje... Dan is het hmm, oppassen geblazen. En zoals je ziet, was het, waren we uh, op 5 maart, hè, dus dat is gisteren, even dubbel checken. Uh, dat is dus gisteren, zaten we in die gevarenzone van het oranje. Wanneer het oranje is, kunnen we dus per definitie eigenlijk niet door Altheim High heen. Mensen zijn te overleveraged. de markt is te hot. Oké, okay? nou nu zie je. Dat uh, de markt groen is geworden. Uh, de funding rates zijn groen geworden. En dat is op zich een goed teken. Maar wat zien we weer gebeuren? En ik kal dit al een tijdje. Um, als de memecoins booming zijn, hyped zijn. Retail wilt in memecoins om snelle monies te maken. Dan is dat een top-indicatie. En wat zien we hier naar één fucking dag letterlijk? Pepe gelijk weer in het oranje. Wat zien we hier? Wif gelijk weer in het oranje. Bonk gelijk weer in het oranje. Guys, kom op. Met, uh, denk even helder na. Meme coins gaan hard. De funding rates, uh, hey, dit betekent eigenlijk mensen zijn weer zwaar overleveraged. Wat, wat gaan de marktmakers doen, guys? De marktmakers willen max pain. Ze willen iedereen eerst kapot maken voordat we naar alt High gaan om mensen wederom weer FOMO te geven. Dat is hoe de markt werkt. Dat dit alweer gebeurt betekent dat mensen nog niet genoeg kapot zijn gemaakt. En dat baart mij zorgen. En als we dan op de chart kijken naar uh, hè, hoe hard is alles gegaan. Kok Inu was vandaag op zijn hoog 57-60% up. Uh, Pepe was ook 30% up. Nu, hè, nu zie je al, hè, en dit zijn voor mij de eerste tekenen, Barry's signalen. We maken lower highs op de meme coins. Wat is nou interessant? Uh, hè, Vincent zei vandaag tegen mij: uh, Satellite Doge One lijkt uit te breken. En ik zeg tegen hem, oké, okay, make sense, waarom? Dit is niet interessant meer voor mensen. Er zijn geen quick gains meer te maken. In die, wat mensen nu doen, ze gaan van uh, Doge, Shiba, Pepe, noem het maar op, gaan ze naar de kleinere memecoins, waarom ze willen die snelle gains maken. Ze denken snel rijk te kunnen worden. Maar wat denk je zelf, gaat de markt dit toelaten? Absoluut niet, absoluut niet. Dus wanneer we uit deze fase zijn, dat die kleine memecoins zijn gepompt, dan gaan we zien dat de markt, Rood gaat krijgen. En ik zeg dit met iets veel te zelfverzekerdheid, denk ik, maar op het moment dat ik fout heb gezeten en we nu wel gelijk door altijd high zullen breken, zal ik ook de eerste zijn die zegt: Ik zit fout, ik zat fout en ik ga de boelmarkt anders behandelen. Oké, okay? maar voor nu ben ik stellig overtuigd dat we nog minimaal deze range low gaan zien. Uh, en ik ga jullie ook uh, precies vertellen waar, we, waar ik denk dat we heen kunnen gaan straks. Maar dat komt zometeen. Want eerst wil ik je even meenemen naar deze tweet. En de, deze tweet zegt eigenlijk: hè, In het verleden, toen we all high hadden getest, stopten we 2% voor all-time high. Uh, daarna kregen we een dip, een correctie van 17%. Vier dagen later, uh, een gefilde all high-test. Nog een keer de dag daarna. Weer een correctie van 10%, 15 dagen sideways en daarna met massieve kracht door Altheim High heen. Wat gebeurt er nu? We tapten Altheim High aan, we kwamen er iets boven. Gelijk, 15% daling. Wat denken jullie dat gebeurt? Gaan we gelijk door Altheim High heen? To be honest, ik denk het niet. Ik ga eerlijk met je zijn, ik denk het niet. En ik weet dat heel veel mensen dat wel denken. En ik voel me soms gewoon gek in deze markt. Hè? Want niemand neemt het van me aan. Iedereen is zo enthousiast en hyped. Deze 10% bloeding en die, deze chopping days waar mensen met leverage gepakt worden. Dat moet nog komen en daarna zal absoluut dit gebeuren. En daarom zeg ik, ik ben echt niet bearish wat dat betreft. Hè? Ik geloof dat dit gaat gebeuren, maar nog niet. Goed, hele mond vol. Uh, we gaan de chart op. Want waar gaan we heen? Hè? Als we deze chart erbij pakken, dan... En ik zei gisteren, van, we moeten deze range... Oh, ik wil niks typen. Anyway. Uh, ik zei gisteren, we moeten deze range high als support bewaren. Gaan we dat niet zien, treden we naar de range low. Eh... Uh, Worst case scenario moeten we het hier holden. Nou, wat gebeurde er eigenlijk precies? We barsten hier doorheen, treden hierheen, vonden support hier en closed boven de vorige range low. Prachtig. Dus je verwacht inderdaad, wij als range traders hier op dit kanaal, als je weer closed in de range, close je hem ook, ga je ook naar de top van de range toe. Gebeurde heel mooi, zie je hier dat we sideways gingen en nu zijn we eigenlijk weer. Ja, naar de top van de volgende range aan het testen, om het zo te zeggen. Natuurlijk niet helemaal gehaald. Dus wat krijgen we hier? Een high low. Check helemaal niet erg. Um, dus mochten we naar beneden gaan, zou ik zeggen, kijk naar de levels van uh, in ieder geval 64.700. En vervolgens weer de range high van 63.500 en de range low van 60.920. Oké. Okay. Um, dan gaan we even op de lagere timeframe, want hier wordt het interessant. En dan pak ik even een lege chart erbij. En wat, wat er eigenlijk op dit moment gaande is. En ja, hè, misschien zijn we straks al doorgebroken of rejected, wie zal het zeggen. Maar op dit moment zien we hier een diagonale resistance lijn die oprecht nu al 1, 2, 3, 4 keer is rejected. Maar we zien ook dat we hier. Um, horizontale support hebben die echt wordt gerespecteerd. We vallen er doorheen, maar we closen er boven. Dus je zou verwachten dat we hier zo meteen waarschijnlijk een daling maken, een high low maken, een beetje net als dit, en dan de laatste poging gaan doen. En dan is het breken we door of rejecten. En als we hem dan closen onder, wat is het, 65.825 onder deze lijn, dan Komt het bergen scenario wat ik denk sowieso uit? Zo um, so niet, klozen we weer erboven. boven, gaan we natuurlijk weer eentje en dan weer een poging wagen. Klozen we hierboven, um, dan gaan we waarschijnlijk uh, altijd high testen en dan komen we terug in het witte vak. Die ik gisteren aangaf: hé, hey, we treden toen hier en ik zei, je kan het terugkijken van gisteren, we, we gaan dit gele vak waarschijnlijk testen en daar zal de reactie komen. Ik denk dat dit gele vak. Nogmaals getest kan worden, vooral als we uitbreken. En ik, ik verwacht eigenlijk dat we gaan rentje. En in die tussentijd kunnen altcoins natuurlijk ontpoppen. Dus dat is hartstikke goed. Z um, zou ik al positioneren voor lange termijn, uh, lange termijn investeringen? Het is moeilijk, hè? het is moeilijk. Want je ziet bijvoorbeeld nu render al gaan, je ziet vet al gaan, je ziet Arweave al gaan. Um, maar deze zullen natuurlijk ook gaan kelderen op het moment dat Bitcoin gaat bloeden. Dus hou daar ook rekening mee. Dus ik zou zeggen, rush vooral niet. Heb geen haast. Je hebt nog genoeg tijd. Wanneer heb je niet genoeg tijd? Op het moment dat we hier doorbreken, retesten en dan weer verder gaan. Dus hier is dan een instapmoment waar, je dan, waar ik in ieder geval alles ga deployen. Dus wat dat betreft, ik zit nu nog aan de zijlijn en ik mis wellicht voor Bitcoin 3, 4, 5 procent. Maar daarna pak ik natuurlijk wel alles mee. Want als we, door, als we hem doortrekken verwacht ik rond de 77k, 78k te gaan eindigen. En wat daar gebeurt dat durf ik nu natuurlijk nog niet te zeggen. Mocht het nou echt extreem bearish worden. Mochten we, nou, uh, he, mochten we hier nou onderbreken. Mochten we hier ook geen support meer vinden. En eigenlijk hieronder closen. Dan moeten we dus gaan kijken naar de weekly. Want waar gaan we dan stoppen? Dan pak ik deze chart er even bij. En dan... Scroll ik naar de 4-uur-chart. En we zien hier eigenlijk he, hoe, hoe het werkt. Ze we zitten 70% van de tijd in een range, 30% van de tijd zijn we in een pump, in een, in een impuls. Dus het is logisch dat op een gegeven moment, als we deze lezen levels breken, dat we uiteindelijk support gaan vinden op de vorige range. Waarom? Omdat we dit als range hebben gehad. En daar hebben we een hele lange tijd in gezeten. Dat is een gerespecteerde support. Dus ik zou verwachten dat we ergens hier gaan stoppen. En dat kunnen we natuurlijk zien op de line chart. Oh, op de line chart uh, zoom ik even iets uit en in. En dan zal je zien dat als we echt flink dumpen. Hè, dit, dus we komen echt niet door all time high en we knallen naar beneden. Dan zou je verwachten dat we op zijn minst. Hè, hier heb je een level. Maar vervolgens heb je ook hier een level. Zie je dat? Eén. Twee toppen. Hier is het uh, uh, ook support geweest. En wat zien we dan dat we op het mid-level eindigen van de vorige range. Dus worst case scenario, denk ik dat we op 51.700 support zullen vinden. Denk ik dat dat nu al is? Ik, ik vind het moeilijk. Ik, ik, ik voelde wel wat voordat we nog door Alltime High gaan breken, eerst voordat we echt een grote correctie krijgen als we die krijgen. Uh, maar hou niet, ik hou in ieder geval 51.700. Uh, als mijn laagste punt voor Bitcoin. En uh, natuurlijk zal het enkele maanden duren, waarschijnlijk. Hè, voordat we daar komen. Maar mocht het echt een flashcrash worden, somehow. Hè, dus net als dit, maar dan nog drie keer zo erg. Dan ben ik al in op 51.700. Nou, ik hoop uh, dat het wat duidelijker is. Ik wou in ieder geval meegeven dat. Kijk, ik weet het ook niet. Hè. Ik weet ook niet of we omhoog of omlaag gaan. Ik weet in ieder geval dat het een, een, een spelletje is. Van kansberekening. Wat is de kans dat we omhoog gaan? Wat is de kans dat we omlaag gaan? Voor mij is het ongeveer 80 om 20. Dus 80% dat we eerst of Zo. Of wellicht nog zo'n zo'n week krijgen ergens hierheen. 80%. En 20% dat we vandaag of morgen hier doorheen breken. Wanneer kunnen we wel doorheen breken? Ik denk wel binnen een week, anderhalve week, laat ik het zo zeggen. Dus niet al te lang. Maar over het algemeen, zolang de memecoins nog pompen, zolang we daar nog geen toppen zien. Hè, zoals vandaag, we hebben WIF ook weer zien pushen. Dat is voor mij nog steeds een teken dat we er nog niet zijn. Ik hoop dat je er wat aan, aan hebt gehad. Dankjewel. Uh, ik zou zeggen, druk even op de like-knop als je er wat aan, hebt, wat aan hebt gehad. Want dan kan ik dit natuurlijk blijven doen en ik zou het heel erg waarderen. De Discord is gratis. We praten daar met z'n allen de hele dag over crypto. Dus zoek jij een community, zoek jij leuke mensen om mee te kletsen. Ik zou zeggen, join. Het is gratis www.bitcoinbaas.nl slash socials. Ik zie je morgen. We gaan weer een daily altcoin show houden. Uh, dus ja, tot dan. Ciao.